Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, maar er zijn ook een paar opklaringen. Uit de wolken vallen buien en die buien die trekken langzaam van zuid naar noord. De opklaringen winnen daardoor later vanochtend vanuit het zuiderterrein en dan kan ook af en toe de zon erbij komen. De wind waait eerst uit het zuiden tot zuidoosten, draait later vanmiddag naar het zuiden. In die kleine zonnige momenten, die we dan rond het middaguur en aan het begin van de middag hebben, die verdwijnen in de loop van de middag weer. Dan komen er vanuit het zuiden stevige buien, kan het ook onweren, hagelen en er zijn forse windstoten mogelijk. Temperaturen vanmiddag 18 tot 21 graden en vanavond weer een graad of 17. Komende nacht gaat het aan zee hard waaien, ook morgenochtend staat daar nog windkracht 7. En verder vallen er morgen verspreid over het land buien, meeste buien in het noordwesten en zuidoosten. Temperaturen 17 à 18 graden. Vrijdag nog een enkel buitje, ook af en toe zon. En zaterdag ook nog een lokale bui mogelijk, maar het aantal buien wordt elke dag minder. En met wat geluk blijft het zondag dan overal droog. Temperaturen doen een klein stapje terug, zondag is het 15 tot 17 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl